Elektrisch. En hoe doe je dat? Hoe ik dat doe? Hoe maak je dat? Hoe moet ik dat maken? Ik neem omgevingsgeluiden op en dat bewerk ik met de computer. Frans Wolmer, u trad vanavond op hier in het Elektrisch Café. Ja. Hoe zou u de muziek die u maakt omschrijven? Nou, ja, moeilijke vraag. Het is een combinatie van elektronische muziek, elektronische geluiden en meer conventionele muziek. Kun je je even voorstellen? Ik ben Erwin Grom. Oké. Waar kom je vandaan? Utrecht. En wat doe je hier? Mijn blad doe ik hier, met een expositie. Stuka? Stuka Magazine. Stuka Magazine, wat is dat dan? Dat is een underground strip annex tekenblad. Tekenblad? Ja. En is dat, teken jij daarin? Ja. Alleen jij? Nee. Met meer mensen? Ja. Hoe kom je daaraan? Aan al die mensen. Hoe doe je dat dan? Ja, die komen vanzelf. Die bellen jou allemaal op? Ja, die bellen me op en die sturen dingen op. Jij zit achter een bureau en dan gaat de telefoon? Ja, of ik krijg een mailtje. Oh ja. En dan maak jij dat blad? Dan maak ik dat blad, ja. Waarom doe je dat eigenlijk? Omdat ik dat wil doen. Oh ja. En hoeveel edities heb je al gemaakt? Zes. Is het een beetje tevreden tot zover? Ja, het wordt steeds beter. Het wordt steeds beter? Ja. Oké. En als ik nou tekeningen maak en ik stuur jou wat op, kom ik dan ook in jouw blad? Als ik het goed genoeg vind wel, ja. En wanneer is iets goed genoeg dan? Goeie vraag. Ja. Eerst. Eerst goede vraag. Ja, wanneer is iets goed genoeg? Ja. Als het... Heb je richtlijnen? Nee, ja. Wat een moeilijke vraag. Nee, ja. Wanneer is iets goed genoeg? Als het goed is, ja, ik weet niet. Nee, het heeft niks met wat je kan of zo te maken. Je hoeft niet mooi te kunnen tekenen? Nee, absoluut niet. Oké. Dat is geen maatstaf. Ik denk zelfs dat iets minder mooi getekend eerder kans verslagen heeft. Voor Stuka. Ja, voor mijn blad wel. Toxic, je hebt net opgetreden. Iedereen was super enthousiast. Ze vroegen zelfs om een toegift. Wat is nu de charme van deze muziek? Deze muziek, ja, het is eigenlijk niet op één hoop te gooien. Dat zijn een hoop verschillende mensen die thuis op hun eigen manier muziek proberen te maken. En de ene doet het met een gitaar en de andere doet het met een laptop en met joysticks. En met een ballon. En dus dat... Ja, je kan je eigen instrument maken, zo vorm als je zelf wil. Ik vind het voor mezelf heel fijn, zodat ik kan mezelf lichamelijk ook uitdrukken en dat wordt meteen vertaald in geluid. Yeah.